Het was in 63 of in 64, ik weet niet zo goed, tsunami meer. Het was het Europees Congres voor Chaotes en Chaotsters in Straatsburg. En op een provinciaal vergadering in de Hasselse Plaza, de wonte Maries en Swaag een reis naar het congres met de bus. Al in de buitengang van de plaza waren we er al over bezig. Wij kosten die twee toch niet aan een lot overlutten daar in Straatsburg. Daar moest toch iemand op passen, want anders leefden die zeker of verloren of in een ongeluk, ginder wij het. Zo gezegd, zo gedaan. André en ik reden naar Straatsburg en naar het congres. Als het heel spel generachtig door was, pikken we ons spullen mee en we vertrokken naar huis, naar de buiting. In terugrijden reden we door Duitsland, want daar waren we nog niet gewist en hadden we dus ook nog niks gezien. En, daar kenden ze ons ook nog niet. Hierboven kenden ze ons precies wel. Want we hadden de hele dag windfaveur gehad en de hele dag briezel en bijzen over onze kop. Als we tegen de avond in Worms aankwamen, was ons kes uit. En ons toen honk op ons pedalen. Op de hoek toe werd het verzet van mijn vloog kapot. Zaterdags zijn we dan op zoek gegaan met een vullemager. En tegen de middag hadden we die dan gevonden. En dat kost ons helpen, maar niet direct. Want hij moest dat stuk bestellen en dat ging 14 dagen duren. Hij had dat stuk niet in huis, omdat alle man daar geen rechter in Duitsland met een derailleur rijdt en wij in België reden met een gewoon verzet. En we zijn dan maar terug naar ons camping langs de Rijn getrokken en we hebben dan maar besloten van met een trein naar huis te komen. Zaterdag zijn we dan gepakt en gezakt naar de statie getrokken. We kochten een ticket tot Hasselt, vergaten te vragen of we voor ons vloos ook moesten betalen en of we onderweg moesten overstappen en wij weg. We passeerden de kaartjesknipper als we het perron opgonken en dan knipten ons ticketten. En in voorbij van vroeg ik, moeten we voor die vloos ook betalen? Nee, nee, zei hem. Adenauer betaalt alles. Daar waar ik van gepakt, zei. Dat die Adenauer alles betaalde. Ik zei, zeg dat een merci is. En wij weg. Dree zei, wauw, iedere meter dat we rijden is een meter korter bij huis. Maar ik denk dat hem als een shoe dacht. Later in de middag kwamen we eindelijk in Keulen aan en toen stapte Hennig van volk uit. Maar wij bleven braaf zitten. Onderweg en in Keulen haan er al heel wat mensen en ook de conducteur gegrommeld op ons verloos. Dat die toch eigenlijk lelijk onder de voet stonden. Maar tegen ons hadden ze niks gezeten, dus wisten we ook van niks. Na een tijd wachten vertrokken we weer. En een beetje later, een beetje voetsgebold, passeerden we Ebrand, moesten we een trammetje zagen vollen dat dan rij omhoog ging. En ik dacht, deh, ik wist niet dat Woepertaal tussen Keulen en Bijlslag. Want ik had Ebrand gelezen dat er in Woepertaal zo'n trammetje bolde aan zo'n rij boven de grond. Na nog een tijd rijden stopte die trein weer. En dat moest precies veel volk zijn. Want alle man stapte af, behalve wij natuurlijk, want wij waren nog lang niet in Hasselt. Na zo'n half uur stilstand, ging ineens licht uit. Wij dachten, de was dat. We wisten niet wat er gaande was, maar we bleven zitten. Tot zo'n opbekant een half uur later, door ineens de deur opengong en door vier mannen binnenkwamen met immers en borstels en opneemvodden. Oh, dachten wij, dat is niet pluis. We sprongen recht, juist of we een ressort in ons gat zitten. En wij, meneer, was het nou? Ah ja, zijn die mannen, de trein stopt hier zo, hè? En het gaat niet verder. Maar dan in tuts, hè? Want dan is een trein geen trein, maar een zoeg. Wij de trein uit, de verloos eraf, perron op. En wij op zoek naar een statiechef, of een gard, of een kaartjesknipper. Allee, naar iemand die ons kost voedsel hebben. En als we dan de statie gewoon ingaan, dan kwamen we in tegen. En we lenen met handen en voeten uit wat we allemaal aan de hand hadden en dat we in Hasselt moesten zijn en moest dat die een trein naar Hasselt dan toen al stond.
Hij zei dat we in Hagen waren, bekanst 100 kilometer achter Keulen. En dat er geen trein van daar naar Hasselt ging. We moesten eerst terug naar Keulen en dan zo voets naar Belz. Moe stiet die trein, vroegen we, en dan weer daar in een trein aan. We zijn merci, meneer, maar dan niet dat. En wij weg, naar die trein. Daar stond dan de conducteur en we leren hem nog eens. Maar er zat wat we aan de hand gaan en toen de trein in. Maar toen moesten we ons verloos in de goederenwagon gaan steken. En in passant van die kark is Knipper ons rekening aan het maken. Twee man, 100 kilometer te wijd. Twee verloos, ook 100 kilometer te wijd. En dan maal twee, dat was een heel rekening. Tegen drie had je gezegd dat een triestig moest kijken. Iedere keer als die event naar ons keek. En ja, ja, na een tijdje gepakt dat. Ik denk dat ze die rekening toen ook met aan Adenauer gegeven hebben. Conrad, merci. En wij terug naar Keulen. We hebben daar dan nog een hele tijd moeten wachten. En iedere keer stapten we weer bekend op een verkeerde trein. Die ging ook naar Belz. Het was de Diamant Express. Maar die reed rechtstreeks zonder stoppen onderweg naar Antwerpen. Dan eindelijk, s'avonds, kwam er nog in. En daar mochten we dan wel op. In Laik moesten we er weer hoeder de koeder vanaf, verover te stappen op de boemel naar Hasselt. Want een andere ging naar Brussel en toen naar Oostende en dan voets naar Engeland. En dan stonden we in Hasselt. Dan moesten we nog op Buiten geraken. Maries van de Boerbond met een gebeur, die dorst hij dan toch nog opbellen. Of om ons alsjeblieft kost komen halen aan de statie in Hasselt, mis kan je net. En grommelend en zakkerend, wat voor zotte hum, s'avonds laat nog dorst de bellen, zotte zeer, die met de vloer naar Straatsburg reed. En zo arriveerden wij om 12 uur s'avonds op een building.